voor het echt niet. Ik voor het echt niet. Fijn dat ik je heb gevonden tussen alle oranje wortels. Je zag in iedereen's ogen als al die eerste ja, gelukkig. Fenomenaal doelpunt van Spitsen. Europees kampioen voetbal. Kom. Moet ik ook zingen? Ja! Miedema! De Cruijff-turn. There you are. Het is al ver, Suus. Eindelijk. Bijna dan, hè? Nog één dan. Ja, oké. Okay. Maar het voelt nu wel, we zijn bij het stadion. Ja. In Sheffield. Morgen spelen ze hier tegen Zweden. Wat gaat het worden? Ik weet niet, maar ik vind het super spannend. Ik heb er serieus heel veel zin in. Ik weet het gewoon niet. Ja. Ja, dit zijn twee topteams. En vandaag gaan ze hier allebei trainen. Oh, we zijn ook hetzelfde gekleed trouwens. Dat is per ongeluk gegaan. Weet je wat wel echt fijn is? Nou? De zon is gaan schijnen. Ja. Dit stickertje. Dat ik geen corona heb. Andere dag, ander veld. Zo gaat het ook in EK. Nu tweede. Ja, achterop. De tegenstander. Fun fact over dit stadion. Het is oudste nog in gebruik zijnde stadion van de wereld. Schijnt. Zeg. Oh, we moeten weg. Sorry. Ging net even fout. We probeerden net een heel verhaal te nemen. Ja, werden we weggestuurd. Maar ze zijn allemaal wel wat strenger. Ja, je merkt wel als het EK helemaal begint, dan is de gezelligheid van de organisatie er wel een beetje van. Ja, dus ik mocht bijvoorbeeld voor het eerst in al deze weken niet bij de 1-op-1 zijn. Maar wat zeiden ze? Nou, wij moeten zo dus even goed gaan opletten. Want weet je nog, 2 dagen geleden, dat jij opmerkte dat Dominique Janssen er niet naar binnen ja. Dat is nog steeds niet helemaal goed. We got one or two small things. And I think by the end of the day we will be clear if they're ready to go. Dat is wel een serieus probleem, ja. Want dat zijn onze vaste linksback en betaalde man. We are positive and we are confident. But we won't know till the end of the day. Maar wij weten niet of we dat gaan zien, want we mogen maar een kwartier zien. Gisteren waren we ook nog bij Oranje, bij het spelershotel. Ik merkte nog niet echt dat het 2 dagen voor de wedstrijd was. Nee. Hoe goed is jouw reactievermogen? Dus zeg maar, als er zo meteen een golfbal richting jouw hoofd komt, ben je dan ook bij die opgevangen? Ja, een grap, hè. Dat gaan we niet. Iedereen was een beetje aan het rondlopen daar, bij de golfbaan. Hey, look who it is! So I walked out and I saw you immediately. And then you came running to us. It was a long distance. I thought you were golf clubs. I was thinking, what a life. And I got closer and realized you're working. Kom maar voor. Het leukste was dat voor jou dat ik nieuwe vrienden heb gemaakt. Ja. The Dutch national team will win the Euros. Yes, I'm going to say no. No. No, no I'm going to say no. Sorry, no. Sweden. Ik was daar niet bij, maar ik was wel onder de indruk. Nog één training. Weer weg. Ja, maar hoe weten jullie dan dat we net een nummer 2 hadden? Dat weten jullie. Zo werkt het. Spannend. Dat is hoe die media werkt. Nou, weg. Dag Janneke. Tot ziens. Fijne avond. Did they make it dirty? No. No? COVID. How are you? I'm very fine. Yes? Yeah, that was very amazing. Heb je al gekeken? Ik ga vanavond kijken. Ja, echt? Ik denk, loop het. Oh, fijn dat ik je heb gevonden tussen alle oranje wortels. Lopen we weer. Maar nu voor het echt. Voor het echt. Ben je optimistisch of pessimistisch? Ik zeg 2-1 Nederland. Dat wilde ik eigenlijk ook zeggen. Veld ligt er lekker bij. Zij, Berenstein en Janssen fit. Oké, okay, ik ga hem nu openen, ja. Dominique Janssen speelt. In het Berenstein ligt op de bank. Dus ze zijn fit. En Danielle van der Loek speelt ook. Dus het is onze sterkst mogelijke opstelling is het wel. Het was heel leuk, want iedereen kwam net langs en je zag gewoon een soort van uber focus, maar ook zo, je zag het iedereen ook al. We zijn gesponnen.
De ambiance is uitstekend. Dit ziet er ernstig uit. Het is voor nu voorbij voor Sarri van Veenendaal. Door de benen gespeeld. En hier komt de goal aan. Ja dus. En zo is dit toch een eerste helft vol met pech. Van de Donk. Zonde. Wiedema, handig. Keurig langs de lijn. Wiedema. Oh, dan is nog. Ja! Roort 1-1. Wiedema. Oh, ook nog. Shaki Groene. Maar het was wel een beetje. Het was een achtbaan van emoties. Ja. Blessures, best een goed resultaat. Ja. Hele goede invallen. Ik denk dat het best wel eens goed kan komen met dit toernooi. Maar wel allebei ongelijk. Ja, het werd geen 2-1. Maar ik denk dat 1-1 prima is. En ik heb natuurlijk gesproken met Tafel van Dontelaar. Dat is toch wel even onze heldin van vandaag, hè? Wat zei ze? Ik vroeg haar, was je zenuwachtig toen je het veld in kwam? Nou, eigenlijk had ik helemaal geen tijd om überhaupt zenuwachtig te zijn, volgens mij. Op een gegeven moment stond ik daar. Het knopje ging om. En voor mijn gevoel was ik gewoon in het spel. Maar stel je even voor. Je wordt vanochtend wakker en je denkt zo, lekker tweede keeper op je bankje kijken. Moet je opeens een EK spelen. Ja. Sarri van Veenendaal en Aniek Nouwe zijn niet hier. Volgens mij zijn ze in het ziekenhuis. Dat is natuurlijk niet zo goed teken dat ze er allebei nee, niet zijn. Nee, ik vroeg het even aan Parsons, zo even een band met hem heb. Toen zei hij, ik weet niet wat er is, maar het ziet er niet goed uit. Ja. Dus dat wordt nog wat de komende dagen en weken. Maar nu eerst? Bier? Jij gaat monteren. Met bier. Zitten we lekker te monteren. Bijna de vlog online. Toch even uitstel. Shaki Groene is helaas positief getest op COVID-19 en gaat daarom de komende dagen in isolatie. Ja, dat is wel echt. Onze Shaki, de ster van de show gisteren. Ze moet dus klachtenvrij zijn en negatief testen voor ze weer mag aansluiten. Ja. Dus, dat klinkt niet alsof zij Portugal gaat halen. Nou! Oké. Okay. Maar wij gaan zo naar Oranje toe. Donderdag weer een vlog. Ja, dat gaan we zien in de volgende vlog. En zullen we dan nu, om toch een vrolijk einde te hebben, nog één keer die actie laten zien? Want daar kan ik geen genoeg van krijgen. Ja, dat is goed. Tot donderdag. Tot donderdag. Oh, ook nog.